Hoi en welkom bij Beauty Gloss. Vandaag ga ik allemaal kleding en schoenen en eigenlijk alles categorie fashion uitzoeken. Ik geef mezelf 2 uur de tijd. Twee. En ik moet dit gewoon doen. Wij gaan binnenkort verhuizen. Eigenlijk zit het al aan te komen. Het is in juli waarschijnlijk. En ik moet gewoon alles uitzoeken. Dit is het moment. Daar gaan we. Ik doe al regelmatig dingetjes uitzoeken. En ik vlog dat. En het komt voor mijn video's. Maar vandaag gaan we een soort van de grand cleanse doen. Van echt alles uitzoeken. Ik ga ervoor. Ja, let's do it. Onder het mom van een schone lei ga ik zoveel mogelijk weg doen. Dingen die ik eigenlijk nooit meer draag. Ja, weg ermee. Doneren, verkopen. Als het echt dat ik denk van nou het is kostbaar, dan kan ik het verkopen. Maar het grootste deel ga ik gewoon doneren. Dus laten we gaan beginnen. Oké, wat ik hier heb zijn vuilniszakken. Die gebruik ik altijd voor dingen die ik naar de kringloop breng. Dingen die naar het vuilnis kunnen. Dat is misschien 1 zak. Weet je wat je kleren hebt? Oké, daar maak ik niet eens iemand blij mee die dat eventueel gratis zou krijgen. Want er zit gaten in of vlekken, whatever. Maar ik breng wel graag dingen naar de kringloop. Dus dat gaat in zakken. Een deel ga ik houden, dat laat ik in de kast hangen. Of neem ik dat nu mee? Nee, dat laat ik in de kast hangen. En staan. Let's go. Een overview van de kleding. Dit zijn de lange items. Ik denk dat ik die nu als eerst ga doen. Dit kennen jullie wellicht wel. Dit is mijn hanggedeelte. Als in kortere dingen. Bovenkantjes. Kortere jurkjes. Zo dus. Zo. Ik heb al best wel veel weggedaan en meegenomen ook naar ons vakantiehuisje. En hier heb ik van alles liggen, wat ik ook echt uit moet zoeken. Oké, ik heb iets bedacht. Ik ga dingen op de grond nu gooien. Niet in de zakken, maar gewoon op de grond waarvan ik denk doneren. Dingen die ik ga houden, hang ik rechts. En dingen die ik eventueel kan verkopen, die leg ik ergens bij de kast. Maar dat zal wel niet zoveel zijn. Dus doneren gaat op de grond. We beginnen aan deze kant. Deze wil ik houden. Oh, dit was mijn laatste date night dress. Toen ik zwanger was, gingen we bij Izakaya eten. Dit is een maternity dress. Die heb ik toen aangehad. Ik heb daar echt zo die herinnering aan dat we er zaten. En toevallig gaan we dus morgen, dat is al 4 jaar getrouwd. Ja, that's right, 4 jaar. Gaan we op date night voor het eerst zonder baby. Als in baby met een oppas thuis. En dan gaan we weer bij Izakaya eten. Aan de ene kant denk ik, moet ik dan deze weer aan? Denk, nee, ik ga wel een ander jurk aandoen. Maar ik ga deze wel houden, want ik vind hem heel mooi. Het is gewoon een maternity dress, maar ik weet je, het maakt niet uit. Die zitten ook prachtig. Deze wil ik houden. Deze die had ik iets te klein gekocht per ongeluk, maar die pas ik misschien nu wel. Die wil ik houden. Deze wil ik houden, al is het winters, maar ik vind hem heel leuk. Deze wil ik houden. Deze maternity dress. Daar heb ik die Tom Poes video in opgenomen. Die houden. Ja. Houden. Hangers. Ik heb het idee dat ik het best wel op orde heb. Ik heb best wel veel uitgezocht de laatste tijd al. Maar nu kan het misschien nog beter. Omdat ik nu dus echt niet meer bij deze kast ben. Dus dat wij nu in dat vakantiehuis zitten. Is echt wel heel fijn ervoor. Deze t-shirt dress houden. Deze houden. Kunnen jullie het zien? Ja. Deze houden. Ja, deze houden. Deze kamerjas doe ik denk ik weg. Ja. Doneren op de grond dus. Kamerjas. Ik moet kamerjassen eigenlijk los doen ergens. Even zo aan die kant. Deze van Josh wil ik houden. Deze van de Zara wil ik houden. Deze van Josh wil ik houden. Deze die heb ik echt maar 1 keer aangehad. Maar hij is zo dik en warm. Ik had hem in de sale gekocht bij ASOS. Houden of niet? Hij is wel mooi hè. Of is hij te groot? Damn, hij is misschien te groot inmiddels. Hij was al wat groter, maar... Nee, weet je wat? Ik ga deze niet aandoen. Ik ga deze doneren. Ja, maak er iemand anders blij mee. Ik twijfel wel over deze 2, moet ik zeggen. Ik vind ze heel mooi. Maar ik draag ze bijna niet. Misschien dat ik die... Ah, dammit, ik weet het niet zo goed. Misschien deze wel houden. Twijfeltje dit. Twijfeltje. Oké, voor nu hou ik hem even. Deze wil ik houden. Die had ik in 2 kleuren. Ik hou alles. Ik had deze 2 kleuren en ik heb alleen deze gehad vorige keer. Deze heb ik nog nooit echt aangehad naar een event of zo. Ja, het komt er maar niet van. Ik weet niet. Labeltje hangt er nog aan. Joh, die hangt al zo lang, die doneer ik. Maak je wel anders blij mee. Dan deze jurk. Oh, die is binnen spijtig. Ik denk, hé, welke jurk is dit? Dit is een Josh jurk, een zwarte. Eigenlijk zijn dit bij wat fancier jurken. Wat je hier ziet hangen is echt pretty fancy.
niet vaak aangehad. Volgens mij 2 keer. Maar, kijk, als je een fancy zwarte jurk nodig hebt, is het wel handig als je er een in je kast hebt hangen. Ja, ik wil deze wel houden. Ja, die is echt wel heel mooi. Dan heb ik deze fluwelen face. Waar? Ik had die voor een bruiloft volgens mij gekocht. Die was nog best wel duur eigenlijk. Zal ik deze verkopen? Ja, dit is eentje die ik ga verkopen. Deze kosjurk is echt een van mijn favorite business jurkjes. Gaan we houden. Altijd handig zo'n jurk. En deze ladres is ook een van mijn favorite business jurkjes. Wacht eens even. Misschien moet ik een van de twee houden. Zien jullie wat ik bedoel? Als ik ze zo naast elkaar hou. We hebben dit. En we hebben dit. Mijn gevoel zegt kosjurk houden en die ander niet. Die heeft een net iets mooier stofje. Die ladres ga ik dan wel verkopen. Ik had echt vroeger een soort van ladres fase. Dat ik echt heel erg into ladres was. En nu heb ik dat een beetje met Fabienne Chapeau. Ik vind hun jurken zo mooi. Deze heb ik eigenlijk op een shoot een keer. Die is ook heel mooi. Die draag ik eigenlijk ook nooit meer. Het is van Josh van een paar collecties terug ook. Misschien moet ik deze verkopen. Hij is wel heel mooi. Waarom pak ik deze nooit? Dit is nou echt zo. Dit zijn echt van die dingen, denk ik. Waarom draag ik deze nooit? Verkopen of nog een keer aandoen? Weet je wat? Ik ga hem in mijn kast hangen onder de mond nog een keer aandoen. Deze jurk. Ja, dit is een Fabienne Chapeau. Die vind ik zo mooi. Deze. Ook een maternity dress. Zo mooi. Zo mooi. Deze heb ik echt de hele tijd in mijn kast hangen. Als er dus persfoto's van mij ergens worden gebruikt. In artikelen, weet je wel, nu.nl zie je me altijd met deze jurk. Die heb ik toen aangehad naar een avond van het Nationaal Ballet. Dat was echt heel bijzonder. En ik moet daar steeds aan denken. En ik heb hem in mijn kast gehangen onder mijn mond van. Er komt vast wel een andere gelegenheid dat ik hem een keer draag. Nou zal dat niet snel op een rode loper zijn. Omdat je dus mij al heel veel op foto's hebt met deze jurk. Maar ik weet je wel, ik denk niet dat die gelegenheid nog gaat komen. Want dan ga ik waarschijnlijk een andere jurk pakken. Omdat ik deze al zorg link aan dat feest. Dus ik ga deze doneren. Ja, maak iemand anders blij mee. Even kijken, wat hebben we hier? Dit is ook een ladres. Ook weer eigenlijk een basic zwarte ladres jurk. Is ook zakelijk. Moet ik misschien deze tegen die opspelen? Die lijkt er ook weer op. I mean, laten we eerlijk zijn. Deze is wel een beetje... Of kunnen die samen? Welke maat is dit elletje? Ik heb geen zin om nu echt dingen uitgebreid te gaan passen. Want ik heb dus geleerd van mijn stylist ook dat passen altijd heel vermoeiend is. Vermoeider dan je denkt. Ook dat je, als je dan bijvoorbeeld door de stad gaat passen, weet je, kleding shoppen en passen. Dat super heavy is eigenlijk. Mentaal ook. Dus als je daar geen zin in hebt, moet je dat gewoon niet doen. Ik denk dat ze allebei wel houden. Ik hou het zwart even bij. Zo, want dan heb ik die. 3 lange zwarte jurken. Dan t-shirt dress die ik chill vind. Oh ja, deze ladres. Heb ik ook nog. Die had ik aan bij mijn verjaardag toen ik breakfast at Tiffany's kreeg. Oh my god, dat was zo bijzonder. Toen mocht ik bij Tiffany & Co. komen ontbijten. En kreeg ik allemaal dure sieraden om en zo. Gewoon echt armbanden van 50.000 euro. En toen had ik me helemaal, zeg maar, Tiffany-stijl voor mezelf aangekleed. En dat was dus met deze jurk, onder andere. Wel een hele leuke herinnering. Het is ook echt een hele mooie jurk. Moet ik die houden of niet? Ik heb hem al heel lang, maar hij is wel echt heel mooi. Nou, eerlijk, hij ligt al heel lang in mijn kast. Ik denk dat ik deze zelfs ga doneren. Ik weet niet of die... Ja, ik heb hem wel gedragen. Nou, best wel wat. Ja, nee, doneren. Dit is winters. Nou, we zijn nog best wel goed ver gekomen. Dit is een beetje winters. Dit vind ik dus moeilijk, want op dit moment denk ik, dat draag ik niet. Maar ja, zodra het warm wordt, heb ik dat dan weer... Of koud wordt, heb ik dat weer met zomerdingen. Deze trui draag ik. Die is heel lekker warm. Dit is een winterjas die ik heel chill vind. Dan hebben we deze fluffjas. Roze fluff. Deze trui. Deze jas. Oh, deze draag ik niet echt. Dit is een roze lange hoodie. Vind ik wel leuk, maar ik vergeet altijd het bestaan ervan. Die heb ik van de Zara. Dat betekent dat ik hem kan doneren. Mijn Chaperjas. Dan van mijn bevalling. Ja. Ik weet niet of ik die wil houden eigenlijk. To be fair. Hij is wel heel mooi en comfy. Ja. Moeilijk. Van de bruiloft. Bride. Deze hou ik. Kamerjas. Versace badjas. En dan heb ik deze kamerjas ook nog.
Ik hou ervan hoor. Ik leef er in badjas, kamerjas. Ik heb nu de meeste ook bij het vakantiehuis liggen. Oké, okay, Versace badjas. Oh, die zien jullie trouwens niet als deze. Die hou ik. Deze hele zachte van de Primark. Die wil ik ook houden. En dan heb ik deze. Is ook wel erg lekker. Nou, heb ik toch best wel goed gedaan, toch? Als ik het zo bekijk. Lijkt heel kritisch zijn even naar de jas, hoor. Ik heb die rode jas. Deze, voor de winter. Fluffrols draag ik die. Dat zou echt een top jas zijn voor Burning Man, trouwens. Dit. Nee, dit vind ik leuk. Dit gaan we houden. Misschien die ruitenjas dan weg. Ik vind hem wel ook weer heel... Nee, die wil ik ook houden. Dus we hebben... kamerjassen, jassen, truien. Dit zijn echt lange truien. En dit zijn jurkjes. Jurken, lange jurken, t-shirt dress. Valt me alleszins mee. Maar dan heb ik hier dus ook van alles liggen. Dit is allemaal gevallen. Dit pak wil ik absoluut houden. Oh, dan pak ik weer even een hanger van beneden. Dus die hang ik dan weer op. Dan heb ik hier nog wat meer dingen. Een kamerjas. Hé, dit is die andere jurk. Die had ik al weggedaan. Ik dacht dat ik die weg had gedaan. Nou, dan doe ik deze weg. Dit hoort... bij een jurkje van boven. Dit hoort ook bij een jurkje van boven. Dat zijn echt van die dingen die dan los in je kast liggen. Omdat die niet vast zitten aan een kledingstuk. Ik moet wat dingen wegdoen hier. Oké, dit is een zak van om kleding op te hangen. Dat komt altijd van pas. Deze schoenen heb ik gewoon echt nul keer aangehad. Ik vind ze cute hoor. Maar dit is echt toen de pandemie net uitbrak. Toen had ik deze schoenen. En dat kan dan heel cute zijn. Maar... ik draag het niet echt. Weet je wat het is? Die cowboy boots kunnen zo leuk zijn. Maar soms dan probeer ik een trend. En dan is het gewoon niet helemaal mijn ding of zo. Net als deze lipstick vind ik ook echt niet mijn ding die ik nu op... ik heb een beetje spijt dat ik die op heb gedaan. Maar maakt niet uit. Ik ga doneren. Doneren. Wat heb ik hier? Ik heb deze schoentjes. Ik ook nooit aan. Een soort hakjes. Doneren. Deze Josh schoenen. Ik geloof ik 2 keer aangehad. Die wil ik dan wel verkopen. En Josh vindt dat helemaal prima. Die kwam er zelf mee van. Maar ze verkoopt mijn dingen gewoon als je ze niet wil houden. En ik zo, nee, maar dat heb ik gekregen van je dit dat. En zei, nee, doe maar. Doe ik zelf ook. Dus oké. Okay. Deze vind ik wel nog mooi eigenlijk. Maar, wacht, laat me even kijken. Want ik heb hier meer, dit zijn meer mijn winterschoenen. Ik heb mijn favoriete boots die ik tweedehands heb gekocht. Die ik absoluut hou. Deze. Ik heb deze, die wil ik houden van Josh en die. Die vind ik mooi. Wacht, dus die hou ik sowieso. Ik zit een beetje te kijken, want dit soort laarsjes zijn wel handig. Houden of niet. Misschien dat ik deze hou. Oké, simpie. Weet je wat, ik zet ze even hierachter. Zo, en dan boots houden. Dan heb ik deze boots van Josh, die vind ik heel mooi. Dat zijn echt mijn nieuwe boots. Dit, kijk, weet je wat het is? Ik vind, dit is dan weer toch anders of zo. Moet ik die witte dan ook houden? Nee, want ik draag ze dan niet. Ik heb ook deze. Met gouden gespen. Ook niet echt aangehad. Moet ik eigenlijk wachten tot de winter voordat ik dit beslis. Dit is nou echt zoiets, dan kies ik in de zomer ervoor dat ik ze niet wil houden. In de winter denk ik, waarom heb ik de godsnaam weggedaan? Dan heb ik deze Timberlands die ik ooit gekocht had voor IJsland en naar een festival heb gedragen. En die eigenlijk daarna niet meer aan heb gehad. Maar ze komen wel serieus van pas als ik een keer in de modder of zo wil zijn. Ik vind ze gewoon wel heel stijlvol. Maar ze zijn wel echt helemaal festival kapot. Daar zou ik mee geweest naar Burning Man. Dus houden, maar zijn eigenlijk een beetje nasty boots. Speaking of nasty boots. Deze zijn ook wel sexy. Dan heb ik 2 paar hoge laarzen. Dat zijn deze 2. Met een punthakje en met een blokhak. Ja, die ga ik allebei houden. Ook wederom meer winter. En weet je wat? Ik ga deze boots toch wegdoen. Ik draag ze niet. Dus dan heb ik die 2 hoge laarzen. Dan heb ik die Timberlands. Dan heb ik mijn eeuwige boots. Die ik al 1000 jaar draag en tweedehands heb. Dit paar sexy heels. En dan heb ik de zwarte cowboy booties. Zo. Voilà. Dan heb ik hier dus ook nog dingen hangen. Even hierheen schuiven. Het is niet zoveel. Oh ja. Een Bernie jas. Fluffy jas. Die wil ik eigenlijk wel bewaren. Want serieus, het komt echt best nog wel eens voor. Ik had bijvoorbeeld de première van Game of Thrones. En toen heb ik deze aangetrokken. Want hallo, hoe Game of Thrones is het? En ja, die vind ik gewoon wel heel leuk. Mijn Miami jasje. Kan ik wel weer een keer aandoen eigenlijk. En ik heb een army jacket. Ja, die draag ik ook nooit meer. Ik vind hem wel heel leuk, maar ik draag hem eigenlijk nooit. Dus die doneer ik ook wel. En ik heb hier een lichthangertje.
puntje. Soms vind je dat ik echt, huh? Die gaat de prullenbak in. Twee jasjes hangen hier nu. Ja, dan denk ik dat we deze kast hebben gehad. Even voor je beeldvorming. Ik ga nu heel snel scannen. Weet je wat? Ik denk dat ik deze twee truien ook weg doe. Ja, die gaan naar donatie. Zo. Zo. En ik denk misschien deze ook wel. Ja, die jas ook weg. Dit is toch heerlijk. Eigenlijk heb ik dus dit. En wat schoenen daar. Oh ja, ik vind deze nog achter de deur. Dat zijn eigenlijk mijn nieuwste boots. Die wil ik ook houden. Dus heb ik 3 paar hoge laarzen. Ja. Wederom, dit is echt wintergear. Ik neig toch heel erg om die andere kamerjassen weg te doen. Ja, mijn gevoel zegt het. Dus ik ga het gewoon doen. We gaan voor de harde cleanse. Deze weg. Deze weg. Die nog heel veel waren. Ja, weg ermee. En deze had je idee, weg ermee. Let's do it. Oh, heerlijk. Dan, nu kom ik echt in zo'n flow van weg. Alright. Ik heb ze nu losjes zo opgehangen. Allemaal op één stang. Ja, top. Door met de volgende kast. Oké, de inhoud. We gaan er weer snel doorheen. Zoals je ziet, beneden is al niet zo heel veel meer. Of nee, nog wel veel, maar heb ik al best wel veel uitgezocht ook. Ik ga even alles uitzoeken weer. Oké, deze prachtige blouse van Josh wil ik houden. Vind ik heel erg mooi. Deze wil ik houden. Die heb ik laatst gekocht bij Salon Helene Hulsman. Die vind ik heel mooi. Dit Pikachu shirt wil ik ook houden. Zit onder op kattenharen, dat dan weer wel. Even zo doen. Ja, dit is meer een winteraccessoire. Of een accessoire winterding. Houden. Hanger. Deze heb ik ook bij Salon Helene gekocht. Prachtig. Daar kreeg ik veel vragen over. Deze is van The Row. En dan heb ik deze van Jill Sander ook. Dus die heb ik allemaal tweedehands gekocht. Zo mooi. Dit is echt, ja, zeg maar businessy stuff. Heel erg mooi. Deze heb ik een miljoen jaar van Urban Outfitters. En ik draag hem eigenlijk nooit. Dus die ga ik doneren. Deze heb ik sinds kort van de Zara. Maar die is heel raar na wassen al gekrompen. Maar ik ga hem gewoon proberen te dragen. Of althans, hij is te warm voor nu. Maar die wil ik wel houden. Oké. Basic witte blouse van H&M. Dus ik wil de blouse H&M houden. Niet iets wat ik heel vaak draag of zo. Basic witte blouse van Josh houden. Wat ik wel lastig vind aan dit soort kledingstukken is dat je het moet strijken. Kijk die kreukel. Ik haat strijken. Gelukkig heb ik een man die alles voor me wil strijken. Dus dat is super lief. Maar dit zijn van die dingen dat je als je last minute iets uit de kast wil trekken. Denk je, oh nee, maar dat moet eerst toch even strijken. Of kleding gaat strijken. Maar dat duurt dan een kwartier. Dus kom ik er niet aan toe. Maar ja. Deze wil ik houden. Deze wil ik houden. Kijk nou, vintage. Hoe vet. Deze had ik bij Zara in de sale gekocht. Maar ik vind hem eigenlijk niet zo heel erg leuk. Ik heb hem 1 keer aangehad en toen voelde ik me een soort van, I don't know. Past niet echt bij me of zo. Deze blouse ga ik denk ik verkopen van Josh. Ik vind hem wel leuk, maar ik heb er nooit een outfit bij. Maar ik ga verkopen. Die is van de kerstcollectie, geloof ik. Deze roze blouse houden. Ook Josh. Ik hou wel van blouse hoor, als businessy outfits. Deze doe ik dan weg. Die vind ik niet zo mooi vallen. Deze blouse had ik van H&M. Die heeft een heel mooi randje. Draag ik eigenlijk te weinig. Deze draag ik echt nooit. Die moet ik echt weg doen. Doneren. Deze moet ik wel dragen. Moet niks, maar vind ik leuk. Deze krijg ik zo vaak vragen over. Die is echt 100 jaar oud van Boohoo. Boohoo. Van de plus size collectie. Houden. Even kijken. Deze Josh blouse denk ik houden. Deze ook. Ook. Deze doe ik denk ik weg. Ja, ik vind deze wel cute, maar ik draag hem nooit. Verkopen, ja. Twijfel ik ook over deze, want die heeft dus ook een jurkvorm. Hij is wel mooi. Deze heb ik ook in de sale laatst gekocht bij Zara houden. Deze Fabien Chapeau, daar heb ik mee bij Boulevard gezeten, wil ik houden. Deze corduroy wil ik houden. Deze mooie blauwe van Josh. Oh, deze doe ik weg. Die had ik aan bijna toen ik de fashion show van Josh liep. Heel erg mooi, maar ik heb hem echt nooit aan. Hij hangt in mijn kast onder de mond van doe hem een keer aan. Never. Wat een ongelooflijk onflatterende shot dit trouwens. Dan heb ik hier zwarte blouses. Die moet ik even allemaal eruit halen. Ik draag dit heel graag bij zakelijke dingetjes. Ook onder een colbertje of een jasje of zo. Zwart only topje houden. Weet je wel, van die perfecte zwarte topjes die gewoon altijd goed zijn. Deze heb ik echt 1000 miljoen jaar. Ik weet niet meer waar die van is. Volgens mij had iedereen hem op een gegeven moment.
denk dat ik hem echt 5 jaar... Nee, meer. Ik denk dat ik hem 8 jaar heb. En hij blijft gewoon mooi. Van lofies of zo. Deze Uniqlo top vind ik eigenlijk een beetje raar zitten. Ik had deze gekocht, maar ik vind hem niet zo lekker zitten. Die gaat weg. Deze is net van de hanger gevallen. Die wil ik houden. Dat is een mooi blouseje. Met een ruffle dingetje. Het is je vast opgevallen dat ik allerlei verschillende hangers heb. Dat heeft een reden. Ik had op een gegeven moment deze gekocht. Waar iedereen zo fan van is. Die had ik dan van de Action 100 miljoen jaar geleden. Maar die zijn langzaamaan allemaal aan het sneuvelen. Dat is die waar je net ook een losse van zag hangen. Dus eigenlijk heb ik daar een beetje spijt van. Zo goed zijn ze niet. Dus op een gegeven moment heb ik die platte van de IKEA gekocht. Die zwarte. Dat zijn zeg maar de nieuwe hangers die ik gebruik. Deze blouse is ook mooi. Ja, deze houden, deze houden. Je kan nooit genoeg zakelijke goede blouses hebben. Mijn zwarte doorzichtige blouse. Oh, deze is echt... Dit is van American Apparel. Dat bestaat niet meer. Ik had deze toen echt in allerlei kleurtjes. Toen heb ik alleen de zwarte gehouden. En echt tot de dag van vandaag draag ik hem nog wel eens bij iets chiques of zo. Deze niet echt. Deze is heel laag. Dit is echt zo eentje die, zeg maar, waar je nog net niet je navel te zien is. Waar je, zeg maar, je tieten heel duidelijk ziet. Maar die heb ik geloof ik er 1 keer aangehad. En zat iedereen naar mijn boobs te kijken. Nee, die doneer ik wel. Even kijken. Dan heb ik hier nog een witte blouse van H&M. En dan heb ik nog een witte blouse en een top van Josh. Die wij zelf samen hebben uitgebracht. Deze, die wil ik houden. Dan heb ik... Dit is dan ook weer een ander haakje. Ja, ik weet niet. Misschien moeten we... Wat denken jullie? In nieuwe huis nieuwe hangers doen of niet? Ik weet niet. Ik vind dat zo stom om nieuw te kopen als die oude nog oké zijn. En nou ja, rustig aan, stuk voor stuk gaan. En dan misschien ooit een keer vervangen. Deze is ook leuk, van Boohoo. Niet zo vaak aan, maar ik wil hem wel houden. Dit is winters. Ja, deze zat niet zo mooi bij mij eigenlijk. Misschien wil ik die verkopen. Die van Josh. Deze vind ik stom. Die ga ik doneren. Deze heb ik echt maar 1 keer aangehad deze winter. Die is zo warm, maar... Waarom haal ik hem er nou eraf? Ik wil hem wel houden. Ja, ik weet echt niet waarom ik winters dingen hier heb hangen ook. Maar normaal doe ik een... Het is normaal doe ik een garderobe switch. En dan doe ik truien in een bak en zo. Maar dat heb ik nu niet gedaan. Want ja, ik weet niet. Deze wil ik houden, vind ik mooi. Deze wil ik houden, vind ik mooi. Deze vind ik mooi. Ik heb hier mijn nieuwe H&M colbertje. Die wil ik zeker houden. Dit is mijn Josh... Pak. Waar is die broek dan? Oh, die ligt links. Die wil ik houden. Deze wil ik houden. Die is zo mooi. Deze ook. Dit zijn nog relatief nieuwe dingen. Ik heb ook deze van Naked van Manon. Die vind ik ook wel mooi. Ja, die wil ik ook houden. En dan een leren colbertje. Zwart Josh colbertje houden. Zo. Pak van Josh die ik ook 1000 jaar heb, maar ik kan hem gewoon niet wegdoen. Ik vind hem gewoon zo mooi. Dan heb ik het jasje van ASOS waar ik 5 miljard vragen over krijg altijd. Die is zo mooi. Gewoon zo'n leuk jasje, hè. Oude. Dit kan ik toch nog wel aan. Wat vinden jullie? Is dit outdated of niet? Ik vind hem eigenlijk nog wel leuk. Dat is het belangrijkste, tuurlijk. Zo. Hangers, hangers, hangers. Dan corduroy jasje houden. Dit jasje. Misschien wegdoen. Die hoorde ooit bij een broek. Nee, trouwens, ik vind hem eigenlijk wel leuk. Nu ik hem zo zie, denk ik, ja, misschien moet ik wat vaker aan. Die hoorde bij een broek die ik ooit weg heb gedaan. En mijn leren jasje die ik al 1000 jaar heb. Dat is door een video met Anne van een andere collectie. Dit met Goosecraft. Daar hebben we toen nog een video over opgenomen. Dat was nog in die Babylon. En ik heb hem nog steeds. Wat hiervan zou ik nou nu weg moeten doen? Dat ik denk, nee, dat pak ik echt nooit. Misschien moet ik dit pak gewoon ook verkopen, hoor. Ja, ik ga het pak denk ik verkopen. Ik vind hem echt super cute, maar... Mijn gevoel zegt dat ik hem eigenlijk wel ergens moet doneren. Zal ik deze doneren? Bij zo'n stichting voor suits, weet je wel? Ja, dat ga ik doen. Dat is echt zo'n mooi pak. Oké, het onderste deel. Nou, ik heb deze blouse laatst gekocht. Bij H&M, maar om een of andere reden trek ik hem nooit aan. Ik weet niet wat het is. Ik moet hem gewoon even mee... Ja, weet je wat het is? Ik weet precies wat het is. Deze kreukels staan mij niet aan. Dan heb ik geen zin om het mooi te stomen of zo. Ja, ik vind, ja, nee, mee naar huis. Of naar het andere huisje. Dan hebben we hier een witte jurk. En die hou ik, want serieus, witte jurken. Om de een of andere reden heb je nooit een witte jurk. Ik heb een keer gehad dat ik een white party had met zeg maar witte kleding. En ik had niks. En toen heb ik echt last minute een jurkje ergens gescoord.
En ik moet er altijd aan denken. En dan denk ik, ja, ik moet een witte jurk in mijn kast hebben. Nou, dat is deze. Die vind ik erg mooi. Deze roze blouse vind ik ook wel erg leuk. Die is lang. Die wil ik wel houden. Deze lange witte Zara blouse vind ik ook beeldschoon. Ook houden. Deze jurk. Ja, it's cute. Ik ga hem houden. Deze van Josh. Ook heel cute. Houden. Nou, natuurlijk mijn eigen jurkje. Die vind ik ook heel mooi. Dit is die ene bruine jurk. Of bruine top die je net zag in jurkvorm. Ja, is echt... Ja, houden. Deze groene Topshop jurk houden. Misschien doe ik deze weg. Ja, het is wel mijn tint. Dat assige. Ik ga deze verkopen, denk ik. Ja, ik ga deze verkopen. Deze vind ik leuk. Deze vind ik leuk. Deze heb ik ook op de Albert Cuyp gekocht. Die vind ik serieus echt heel erg leuk. Ja, het is gewoon cute. Dit is een maternity dress die ik heel erg leuk vind. Deze. Ja. Deze is wel een beetje aan de korte kant. Nee, deze ga ik denk ik wegdoen. Die is heel mooi, maar hij is... Ik weet niet, om een of andere reden is hij echt erg kort. Ga ik doneren. Deze snake vind ik leuk. Deze trui vind ik leuk. Kijk, ja, dit bedoel ik dus. Deze jurk, of zeg maar deze jurk, ja, heb ik ook in blousevorm. Is eigenlijk hetzelfde. Zal ik die jurk houden? Doe ik de blouse weg? Ja, dat ga ik doen. Oké, dus dan pak ik de blouse van boven. Die ga ik verkopen. Zie je, want anders... Ja, het is gewoon echt precies hetzelfde. Niet dat ik hem nou zo vaak aan heb of zo, maar ja, hij is wel mooi. T-shirt dress van Josh houden. Dit is van Mila. Voedingsjurk die ik heel mooi vind. Andere t-shirt dress. Dit, ja, dit is zo'n trui. Een soort van foam trui. Nou, die heb ik echt nooit aan. Die doe ik weg. Dit is een hele mooie, dikke, lange trui van Josh. Die had ik aan naar een Dior event. Zo mooi. Ja, nu komen de little black dresses, hè. Deze is ook zo mooi. Oh, love deze van Josh. Wederom, a good little black dress. Deze doe ik denk ik wel verkopen. Die heb ik een keer naar een rode loper aangehad. Deze had ik aan naar oud en opnieuw volgens mij vorige keer. Vorige keer, zo 2-3 jaar geleden. Hij is wel heel cute, maar ik doe hem denk ik weg. Dan deze meshki jurk. Nou, doe ik weg. Deze vind ik heel super cute. Wil ik houden. Deze vind ik ook heel cute met dat doorzichtige. Deze met een hoge keel. Misschien doe ik deze weg. Want die heb ik ook al in snake. En dan heb ik hier nog een wrap trui. Ja, die doe ik ook weg. Zo, weg, weg. Even kritisch zijn. Marcia, kom op. Kritisch. Deze is ook wel leuk voor auto beauty. Ja, we kijken zo, zo. Houden, houden, houden. Zo, wauw jongens. Daar liggen nog twee sjaals trouwens. Maar oh man, moet je kijken hoeveel ik weg heb gedaan. Nou speelt het ook mee dat ik dus ook nu duidelijk heb dat ik best wel veel van dit mee heb naar het vakantiehuisje. Oftewel, ik draag echt veel kortere jurkjes. En lange jurken trouwens ook. Dat valt me echt op. Als ik dit zo zie, denk ik, ja, overduidelijk wat ik dus veel draag. In de zomer in ieder geval. Dat is ook goed om te weten. Nou, dit is, ja, als ik het zo nog keer aandoe. Er zit wel wat dikke trui tussen ook. Dus ook echt top. Zo, right. Dan heb ik hier dit allemaal. Dit is altijd vrij chaotisch. Dit is pyjama's meets chillpakken meets sportkleding, Spanx, truien. Daarboven heb ik bijvoorbeeld maternity wear. En dat, ja, wil ik wel graag houden. Want mocht ik ooit nog een keer zwanger kunnen worden, dan kan ik dat weer aan. En sommige dingen draag ik er ook gewoon van. Dat is die jurken van net. Maar ik ga nu dit uitzoeken. Snel, snel, snel. Oké, laten we beginnen met beneden. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er hier iets tussen zit wat ik ga verkopen. Want ja, dit zijn nou echt, weet je, van die dingen. Pyjama's. Het zijn joggingbroeken van Meshki die ik eigenlijk bijna nooit draag. Oh nee, dit is echt basic zwart shirt. Ja, houden. Waar ga ik het laten nu dan? Gelijk goed dan maar vouwen, soort van. Crunch t-shirt. Heel veel deze passen, wacht. Nou, het zit eigenlijk niet echt meer. Te vaak gewassen, te vaak gedragen, te vaak alles. Gewoon, het is niet lekker. Ik doe niet als je wel. Dit is de zwarte, denk ik. Ja. Deze vind ik ook echt zo mooi. Maar, nee, too much. Echt ermee. Ik heb een keer in een opwelling heb ik echt 5 Meshki joggingbroeken gekocht. En vervolgens heb ik die elke dag gedragen. Nou ja, dit ding hoorde erbij, ja. Nou, die heb ik echt 0 keer gedragen. Een soort crop top. Toen was ik echt even in zo'n fase dat ik dacht, ik ga van die baddie dingen dragen.
Nou, en dan koop je dat. En dan draag je het door omdat je denkt, staat bij voor geen meter. Dus ja, deze heb ik serieus nooit gedragen. Zal ik die verkopen? Ja, oké. Dan heb ik hier t-shirts. Dit is een lekkere Josh joggingbroek. Die wil ik houden. Hier heb ik wat shirts die ik gethrift had in Miami. Met die thrift shopping video. Champion, Florida shirt. Dat zijn echt leuke dingen wel. Nou, babe shirt die ik van Gregor heb gekregen. Omdat hij hem niet past. Even kijken, ik heb hier een Disney shirt die ik gethrift had. Die ik ook wel erg leuk vind. Er zijn wel meer van die dingen voor. Echt chill outfits. Deze die ik allemaal had getie-dyed. Moet ik wat meer aan eigenlijk. Misschien met sporten. Zal ik iets meer dit dragen met sporten? Ja nee, dit wil ik allemaal houden. Maar ik moet... Kijk nou hoe leuk en kleurrijk. Dit is zo niet hoe ik er nu uitzie. Dit is... Welke Masha vinden jullie leuker? Deze of deze? Nee, eerlijk, dit ben ik meer. En soms ben ik in de bui voor zwart. Maar de comfy shirts gaan mee. Deze en de stapel gethrifte comfy shirts. Deze. Wie heeft er ook zoveel comfy kleding? Ik loop er echt tegenaan dat ik veel kleren die dan zeg maar eerst niet comfy kleren waren. Op een gegeven moment degradeer naar comfy, sport, slaap, weet je wel. En op een gegeven moment heb je zoveel van dat soort shirts. Dan de leggings die ik al 1000 jaar heb. Ja, daar sport ik gewoon in. Dus die bewaar ik. Sport. Allemaal sportstaf. Dit is dan winterslaap. Heerlijk winterpakje. Pyjama. Poeh, ik ben wel begin al mee moe te worden. En dat, ja. Dat is, ik weet niet. Altijd met, het is ook het nadenkwerk, hè. Het beslissen. Sport. Warme pyjama. Sportvoedingshemd. Ja, die draag ik eigenlijk niet echt meer. Maar ja, die zijn natuurlijk wel handig als je eventueel gaat bevallen, voeden, baby. Okay, dit pakje is ook leuk, maar het is echt meer voor de winter. Lastig. Ja, winter. Die voedingshemdjes, die moet ik denk ik boven doen bij de maternity BH's en zo. Ik heb nu een gedeelte met... Deze kan weg. Met BH's voordat ik borstvoeding gaf. Die ga ik straks weer proberen te passen op een gegeven moment. En dan komt er een moment dat ik... Oh, die is trouwens niet meer lekker. Deze. Ja, dan komt er een moment dat ik die oude weer ga passen. En die dan even ga uitzoeken. Ah, mijn Golden Girl shirt. Comfy en leuk. Comfy pyjama's. Dit is toch top. Die lekkere shirtjes. Vul ik deze even met winterse pyjama's of zo? Zo. Ze nemen zoveel ruimte in beslag. Omdat het zo dik en warm is. En het zijn er niet veel. Ik heb nu 2 broeken. En 2 bovenkantjes en 1 pakje. Die van Victoria's Secret. En eigenlijk zit het al vol. Twijfel over die voedingsjurk. Bevaljurk, zeg maar. Zal ik die bij de bevaldingen doen? Ja. Dit is meer zomers pyjama broekje. Ja, dat is het. Deze winterse staps ga ik toch echt even bij elkaar houden. Want ik pak er nu niks uit. Dit is sport. Wat is dit hemdje? Die draag ik niet weg. Oh, dit is een leuk hemdje om te dragen. Dit is voeding. Sports. Voeding. Ik had gedacht dat ik die voedingsdingen veel zou dragen. Heb ik vooral in het begin gedaan eigenlijk. Oké, luchtige pyjama. Wacht, dit is een luchtige pyjama. Dit. Dat is een beetje wat ik nu draag. Voeding. Oh mijn god, ik heb echt bijna geen luchtige pyjama's. Die zijn luchtig pyjama. Zo. En deze heerlijke joggingbroek. Die ik nu ook aan kan. Zo. 1 joggingbroek. Dus dan hebben we de zomerse pyjama's. Dit is ook een pyjama trouwens. En winterse pyjama's. Zo. En dan heb ik hier sportkledij. Zal ik die even naast deze t-shirts proppen. Ik heb niet echt een bakje voor of zo. Ja, ik doe even zo. Opa, sportkledij. En dan, dit is ook winters. Houden. Kijk, hier leef ik dan echt in de winter. Nou, dit setje doe ik anders ook wel weg. Oké, de tijd tikt en ik moet eigenlijk op turbo gaan. Want ik ben nu veel te lang aan het hangen bij dit soort kleding die er eigenlijk niet zoveel toe doet. Gewoon heel goed nadenken, wel of niet, draag ik het of niet. Deze draag ik niet, ondanks dat het best nieuw is. Deze sport ik in. Deze draag ik niet. Ik heb wel zo'n mooie leren. Die stik ik. Wacht. Dit zijn leggings.
Deze draag ik niet. Die draag ik niet, die draag ik niet. Hier sport ik in. Hier sport ik in. Deze wel. Spanx. Deze. Ja, deze vind ik ook lastig. Deze is Victoria's Secret, maar die zit eigenlijk niet zo heel lekker. Zal ik deze verkopen? Ik ga deze twee verkopen, denk ik. Die heb ik echt weinig aangehad, maar ze zitten niet zo heel lekker. Had ik toen ik zwanger was gekocht. Even kijken. Deze wel. Ik heb al 1000 jaar. Dus leggings. Die horen eigenlijk bij categorie sport. Die hier proppen. Opa. Gewoon een lege bak. Dan heb je hier jogging pants. Deze YouTube jogging doe ik weg. Dit is een basic zwarte die wil ik houden. En dit is. Ja, die doe ik weg. Die legging. Weet je wat? Jogging jogging gaat hier. Zo, comfy pakken zit hierin. Dit is een t-shirt. Voeding shirt. Dat is heel mooi. Het is eigenlijk meer voor borstvoeding en zo. Maar die doe ik weg. Glitterbroek. Die wil ik houden. Dit is een prachtige spanksbroek. Wit t-shirt die ik weg doe. Dit is. Oh, mijn kool. Daar ligt hij. Die wil ik houden. Cozy legging. Die doe ik heel veel bij mijn winterdingen. Die is super dik. En deze broek wil ik ook houden. Dus die kool doe ik even in dit vakje. Zo, dit zijn broeken, zeg maar. Dan categorie basic t-shirts. Lange mouwen houden. Zwart basic shirt. Dit is echt heel oud. Weg. Ik heb heel veel van die shirts dat je echt denkt. Ja, weg. Ah, ik heb. Die wil ik wel houden. Voedingsshirt. Deze is voor voeden. Dus ik kan naar maternity houden. Lange mouwen. Lang zwart t-shirt houden. Zara, die ik al 1000 jaar heb, die kan weg. Zwart jersey houden. Noobies houden. Lange mouwen zwart houden. En deze, ja, houden. Oké, dus dit zijn eigenlijk vooral zwarte shirts. Hoppa, ik doe het even niet, kom Marie. Sorry, ze zou me haten voor wat ik nu aan het doen ben. Dan hebben we winterkamp. Dit is echt niet voor nu. Dit is gewoon dik winters warm. Houden. Ja, jeetje. Moet ik even een nieuwe stapel maken misschien? Dit heerlijke pakje van afgelopen winter. Houden, houden, houden. 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 Maternity is dit. Dit van Victoria's Secret wil ik houden. Oh ja, dit shirt die ik al 1000 jaar heb. Nou, die doe ik wel weg. Dit is ook maternity. Dit is witte joggingbroek. Dit is de enige mesh joggingbroek die ik hou, die witte. Die vind ik nog wel een beetje leuk. Die neem ik eigenlijk wel mee, denk ik. En dan heb ik hier een pak van Baller. Nog nooit aangehad, maar ik wil hem wel houden. Oh ja, omdat ik toen zwanger was. Ik denk, waarom heb ik nooit aangehad? Zwanger, hij zat dan net even te strak aan mijn buik. Dus houden. Zijn we, wat winterse pakjes dit. Zijn er twee. Ik heb ook nog die ene pyjama. Die ligt echt bij de pyjama's. En dit zijn echt truien. Dit is een winterse joggingbroek. En dit is weer zo'n comfy trui. Ja, dit kan, hier, ik prop het erin. En de één trui past erin, zeg maar. Deze had ik in de sale bij Victoria's Secret gekocht. Maar ik ben zo blij mee. Deze dan. Die en dan deze. Ja. Ik weet niet waar de broek is die hierbij hoort. Maar ik prop hem nu even bij de baller set, zo. En dan hebben we hier zomerse pyjama's. Deze vind ik wel lekker. Die hoort bij die cameo's die ik net weg heb gedaan. Maar voilà. Deze doe ik weg. Deze is leuk. Deze doe ik weg. Nou, deze doe ik weg. Een broekje. Ik heb best wel wat broekjes. Dus dan slaap ik in een broekje en een hemdje, zeg maar. Broekjes, broekjes, broekjes. Ja. Dit kan hier bij zomerse pyjama's. Zo, ik heb nog een broekje. Dit hoort bij dat andere setje. Maternity setje. Oh mijn god, die sport BH's. Ik weet niet of ik die nog pas hoor. Zo cute. Nee, ik moet dit eigenlijk opnieuw doen, die sport BH's. Sportbroekje, sport. Ik vind die BH's lastig. In verband met mijn borsten die nog aan het aanpassen zijn. Broekje, sport. Sport, regen, of hardloopjacks, trui, tas. Oh, ik kan niet wachten tot ik weer lesjes kan gaan volgen en zo. Die houden we even zo. Hier heb ik badpakken en bikinis. Die heb ik ooit uitgezet. Maar het is nu natuurlijk echt bikini weer. Dus misschien
dat ik die even meeneem naar het vakantiehuis en daaruit ga zoeken. Of ik het nog pas en hoe dat zit allemaal. Want die zijn echt cup E. Ja, misschien is dat leuk als ik die in een vlog uitzoek. Zal ik het doen? Kindje badpak uitzoeken. Ja, gaan we dat doen? We're gonna do it. Yes, ik denk het wel. Hoed mee. Heb ik ook al heel lang. Oké, turbo stand. Wit ballershirt weg. Dit groene shirt houden. Deze witte trui. Ja, dit is natuurlijk allemaal winterstaf weer. Dus die leg ik even boven. Een sok. Oh ja, deze. Die is zo leuk. Winterse trui. Dan deze Nike trui. Die heb ik in de outlet gekocht. Ik krijg altijd vragen over. Nike outlet een keertje gekocht. Dus geen idee waar je nou meer kan halen. Houden. Ook dit zijn weer van die dingen. Zeg maar hoodies. Ja, ik vind het heerlijk. Ik hou ervan. Lekkere hoodies, lekkere truien. Hoeveel moet ik er hebben, though? Is dit een lekkere hoodie? Volgens mij wel, ja. Of is die lange? Ja, lange zwarte. Nou, oké, dan heb ik één lange hoodie, want ik heb die roze weggedaan al. Het is wel echt winterkleding dit, hè? Jeetje. Ik denk dat ik deze Josh set ga verkopen. Tommy trui houden. Deze hoodie, weet ik niet zo goed hoe ik het moet echt doen. Ah, mijn broekvak. Pak, broek, die daarbij hoort. Hier heb ik allemaal broeken nog. Trui. Oh, ik vind het... Nu begint het zeg maar dat je denkt, ik kan niet meer. Soms heb je dat toch, van die momenten. Ja, kijk, dan zie ik dit. Denk ik, ja, ik heb het niet aangeraakt. Maar ja, het is ook geen winter. Dus als ik nu even snel kijk. Houden. Lekker als ik Hodor zeg. Houden. Broek. Dit zijn allemaal zwarte broeken. Die heb ik dus op een stapel gelegd. Om van die moet ik even allemaal passen hoe ze zitten. Maar het is nog helemaal niet koud genoeg geweest om een dikke zwarte broek aan te doen. Dus die laat ik even. Hier heb ik dus pakbroeken. Is dit mijn spijkerbroek? Ligt die hier? Ja. Jeetje, die was ik al kwijt. Deze is te groot. Die moet ik weggeven. Helaas te groot gekocht. Pas ik niet meer. Leren broek. Dit is meer voor de winter. Allemaal. Ik weet niet of ik dit... Want weet je wat het is? Dit zijn goede broeken die allemaal passen. Die horen bij pakken. Als ik die nu uit ga zoeken en straks winter. Dan denk ik, jeetje, dat waren allemaal goede broeken. Dus ja, deze ook. Die ook. Deze. Oh, misschien dat ik dit inderdaad op een ander moment doe. Niet nu. En dan heb ik hier Spanx en panties en zo. En dat vind ik ook, dat is meer op het moment dat ik het echt ga gebruiken naar events. Dat ik het dat ga uitzoeken. Want ja, nou dan denk ik dat ik er ben ineens. Hoppa, ik heb deze echt er zo lelijk opgegooid. Wow. Ik heb hardcore mijn kledingkast uitgezocht. Echt hardcore. Het enige wat ik nog niet nu heb gedaan zijn tassen... En schoenen, accessoires. Ik vind dat, daar moet ik even een los moment voor hebben. Ook ben ik daar best nog wel bij. Dus ik heb dat best wel recent nog uitgezocht. Maar toch, ja, toch niet verkeerd om even weer doorheen te gaan. Maar ik heb zoveel weggedaan. Deze drie zakken vol. Ik heb hier honderden hangers volgens mij. En een super voldaan gevoel. Echt, oh my god, vooral dit hier. Met die, dat er echt nog maar zo'n laagje jurk is. Heerlijk. Ik denk zelfs... Dat als ik het allemaal bij elkaar zou proppen in één kast, dat het nog wel zou passen. Misschien niet met die comfy dingen erbij, maar met die hangdingen wel. Dus ja, wauw, lekker. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken. En het zit eraan te komen. Ik moet nog veel meer gaan uitzoeken. Dus ik hoop dat jullie dat nog leuk vinden. Want dan ga ik er gewoon mee verder. Ik wil jullie bedanken. Ik ga dit naar de kringloop brengen. Die drie volle zakken. Het zijn eigenlijk maar vier, denk ik. Ik moet even die bovenkantjes, anders kan ik ze niet vasthouden. Die ga ik naar de kringloop brengen. En ja, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel snel weer. Bye!